De viering van VN Week in Suriname is op zaterdag 24 oktober 2020 afgesloten met een UN 75 High Level Intergenerational Dialogue. Hierbij hebben verschillende actoren met elkaar van gedachten gewisseld over het bereiken van de Sustainable Development Goals, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen in de nasleep van COVID-19. Beleidsmakers, jongerenorganisatie, het bedrijfsleven en de Sociaal-Economische Raad hebben hun visie hieromtrent gegeven. De Communicatiedienst Suriname brengt u een verslag van dit moment. Ik ben minister Krishna Mathura, minister van Defensie, en ik neem vandaag waar voor mijn collega van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, die afwezig is vanwege de dienst en vandaag niet hier aanwezig kan zijn. Nogmaals, goedemorgen en welkom bij deze belangrijke discussie, dialoog, UN 75 High Level International Dialogue met als thema The Decade of Action Achieving the SDGs in the Wake of COVID-19. Geachte participanten, vanwege de protocollen van COVID-19 moesten wij ervoor kiezen om de dialoog virtueel te houden en hier slechts met een beperkt aantal mensen aanwezig te zijn. Ik vraag uw begrip hiervoor. Omdat deze wijziging slechts kort geleden met u is gecommuniceerd. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de United Nations Resident Coordinator Office. Vandaag is een belangrijke dag voor de Verenigde Naties, want 24 oktober 2020 markeert een mijlpaal in het bestaan van deze wereldorganisatie. 75 jaar geleden is het handvest van deze organisatie in werking getreden en deze speciale dag wordt sedert 1948 herdacht. Zoals ik zei, de VN is opgericht in 1945 na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De oprichters, toen 51, waren van oordeel dat huidige en komende generaties bespaard moesten worden van de vreselijke gevolgen van oorlogen. Het handvest begint ook heel opmerkelijk met we the peoples. In Nederlands is dat wij de volkeren. Opmerkelijk omdat de oprichters er sterk van overtuigd waren dat wij slechts door middel van gezamenlijke inspanningen de nobele doelen, waaronder duurzame ontwikkeling, internationale vrede en veiligheid en respect voor mensenrechten, zouden kunnen bereiken. En daarin geloven wij nog steeds. Suriname heeft na haar onafhankelijkheid op 4 december 1975 zich met trots geschaard achter de idealen van deze organisatie als 144ste land. Anno 2020 bestaat de organisatie uit 193 landen, lidlanden van alle werelddelen. Ons land heeft dan ook vanaf de toetreding zich ingezet en een bijdrage geleverd om die doelen van de organisatie middels dialoog te verwezenlijken. In de afgelopen jaren heeft de dialoog in de VN zich geconcentreerd rond een schaal van onderwerpen van ontwapening, dekolonisatie, milieu, gezondheid, rechten van vrouwen, kinderen, mensen met een beperking, ouderen, inheemse tot duurzame ontwikkeling. De dialoog vandaag tussen generaties is dan ook bedoeld om onder meer ruimte te creëren voor reflectie, voor uitwisselen van ideeën tussen jongeren en beleidsmakers, de Verenigde Naties in Suriname en het bedrijfsleven. Over vraagstukken aangaande de jeugd, inclusief hoe de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling te realiseren in de nasleep van COVID-19. Jeugdvertegenwoordigers van verschillende organisaties te bereiken en bijeen te brengen om ervoor te zorgen dat niemand wordt achtergelaten.
of ondervertegenwoordigd is. Dat die stemmen gehoord worden. Om de committering van de regering van de Republiek Suriname en de Verenigde Naties ter zake het partnerschap en de samenwerking met de jeugd te herbevestigen.